Er staan nu nog vervallen schuurtjes op de binnenplaats van het Pythagoras-complex. Maar als het aan de eigenaar van dit terrein ligt, maken deze plaats voor 16 studio's. Het plan voor het 6 meter hoge complex is een doorn in het oog voor omwonenden. Die zijn daar heel boos over, met name over het feit dat het oude bestemmingsplan alleen maar garages of opslagruimtes toestond. En dat er zo stiekemerwijs wat een kleine woonbestemming opgekomen is. Maar dan zou het op één verdieping blijven, op één laag blijven, zo heb ik me laten vertellen. Maar op de tekening van het nieuwe bestemmingsplan, daar staan inderdaad 2 verdiepingen op. En daar kun je dus ook 2 lagen van maken. Hoe is dit mogelijk? Vorig jaar is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de wijk. De eigenaar van de binnenplaats heeft bij de gemeente zijn oude vergunning laten verlopen en op basis van een nieuw bestemmingsplan een nieuwe vergunning aangevraagd. De bewoners zien de komst van 16 studio's niet zitten. Het is een binnenterrein. Het binnenterrein is niet zo groot en het betekent gewoon dat je bewoning heel dicht op elkaar hebt. En wat in de buurt eigenlijk de mening is, is dat je dit soort binnenterreinen moet je koesteren. Daar moet je eerder groen van maken dan bebouwing. En als je het dus hebt over wat voor impact zal het hebben, ja, ik denk dat gewoon men te dicht op elkaar zit. Je hoeft maar met elkaar te praten of je hoort elkaar. En dat is gewoon vervelend. Maar liefst 5 partijen in de Groninger gemeenteraad delen de zorgen van de bewoners. Volgens de bewoners gaat het ervoor zorgen dat de leefbaarheid wordt verminderd. Je kijkt ineens uit op een gigantisch complex wat de privacy bijvoorbeeld aantast. Maar ook gewoon het aanzicht van het gebouw en van het leven hier. En ja, goed, daar zijn wij ook niet zo blij mee, omdat de gemeente eigenlijk in het beleid heeft gezegd, wij willen niet meer dit soort grote gebouwen toestaan. En toch gaat het hier misschien gebouwd worden. De partijen hopen de plannen nog tegen te houden. Wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is het bestemmingsplan opnieuw wijzigen. En er ja, dan voor zorgen dat het verboden wordt om hier te bouwen met de functie wonen. Mochten de plannen niet doorgaan, dan heeft de buurt wel een suggestie wat er op die binnenplaats zou mogen komen. Een mooi stukje gras, waar misschien kinderen nog wat kunnen spelen en waar gewoon wat ruimte is. En dat zou het mooiste zijn. En ik mag hopen dat dat gebeurt.